het geworden? Wie is dat die daar achter zit? Dat ben ik er natuurlijk mee helpen. Is dat familie van Overvaart? Ja, ja, ja. Zoon, kleinzoon? Nee, dat is van een nichtje van mij en zo. En wat ziet je nou doen? Samen met hooi en het verpakken? Ja, dat naar Vuren aan het halen. En waar moet het heen? Naar huis. En waar is dat? Twee uur verder. Al twee uur verder. En is dat een... wil hij later boer worden of zo? Ik denk het niet. Nee? Maar dit keer helpen dus. Oh. En waarom zit hij nou gans erachter? Dat is het paard dat ik terugkom met de volgende paard. Ik zet die eerste vuur even bij elkaar. Maar je wordt net met dat pak aan het rijden en dan zet je nou weer heen neer. Ja. Wat is daar dan de bedoeling van? Dan is dadelijk de koude komen, de bussen. Ja? Die pikken allemaal die plastic kapot. Echt hoor? Ja. En dan, maar nou zet je hem heen neer, maar het moet eigenlijk door naartoe. Ja, ja. En wie duwt dat dan weg? Ik doe het zelf. Oh, zo. En dat... Ja, even dubbel werk, maar... Oké. Okay. Maar ik zie wel dat je het modernste van het modernste materiaal hebt, hè? Dat bedoel ik. Ja, ja. Hè? Wie al de steen? Dit is van 60. Is dat hobby? Ja, ja. Hobby, ja. Ja. Hoe lang heb je dit nou? Ik denk een jaar of acht. Oh, dus die heb je niet te vroeger zelf ook gereden? Nee, nee, nee. Ziet geen agrariër? Nee? Nee. Ziet ge hobbyboer ben ik. Oh, hobbyboer. Maar wat heb je... Is dit Dempeerde trailer? Is dit ook van hoe? Ja, dit is van mijn broer. Maar heb je iets in de peert gedaan of zo? Ja, ja. Aha. Daar hebben we het huwelijk van eerder. Ja, 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 het koos ook veel wat anders zien. Maar dus je ziet zelfvoorzienend als het gaat om het voor of de peert. Ja. Heb je gefokt altijd? Ja, van die kleine ponnetjes heb ik nu nog een stuk of 30. 30 ponies? Ja. Maar die middag is hem, hè. Is dat er iemand erachter? Nee, dat is toevallig niet. Goed, die lopen een beetje achter de hoes en een hartstuk te lopen. En zien dan van die wie groot ja, zien die? Ja, zoiets. 80 centimeter, 85. En noem ze dat dan een dwergpony? Ja, middag. Of wat wil je een Shetlander noemen? Ja, Shetlander is dan een meter, hè. Dus nog kleiner? Nee, dat zie ik gewoon de kleine Shetlanders. En wat moet je in godsnaam met 30 ponies? Ja, hobby. De handgelopen hobby. Ik denk dat die lust er wel wat, of niet? Nou, dat valt wel mee, hoor. Ja? Als die wat gaas hebben, dan... Dan heb je al genoeg. Oké. En heb je er altijd zoveel gehad of zijn het er nog wel eens meer geweest? Nee, meer niet. Meer, maar langs en meer. Ja, dat zijn wat meer zaad dan. Maar... Mijn hobbyboer. Dit duurt voor pap het gras mee ofzo? Of wat is dit dan doen? Ja, dan is... Die zien een hek en knip. Oh, zo. En doet hij een beetje helpen? Weet je dat hij niet wakker dan. Hé, maar als we nou... Als we nou zoeien zwaaien, zou je dit dan komen? Ik denk het wel. Ja? Dat beweegt dan niet. Wees mij het wel terug. Ja, dat kun je aan. Dat kun je aan, kijk. Ja, ja. Een jong mensje, sterke bieren. Maar dat wordt dus een... De zoen van een nicht van hoe? Ja. Oké, okay, heb ik dat toch goed begrepen. En dit nu toch dukker helpen? Ja, duur je bent dan... Dat is je erbij, hè? Ja? Ja, ja. En is hij ook hier met de peertjes bezig of zo? Ja, ja, die reed zelf ook pony. Op die ponies? Ja, ik word er ponies. Oké. Okay. En dit is ook een hegelsumse. Ja, ja. In jullie dorp. Ja. Maar die ponies, is dat ook werk ook geweest? Of alleen maar hobby? Nee, dat is puur hobby. Wat heb je dan altijd gedaan als ik vroeger ben? Ja, laserplaatwerker. Al dus een techneut? Ja, de betaler heb je altijd gezet. Dag meneer. Wat? Hoi, ik ben Bas. Jens. Jens. Nou huur ik dat steeg, als er heen gaat te doen is, dat steeg
Meestal wel kloos die is om te helpen. Mm-hmm. Wat vindt zich toch zo leuk aan? Meehelpen. Gewoon helpen? Ja. Dat vindt ze leuk? Ja. Oké. Okay. En wat heeft ze nou precies gedaan vandaag? Die hooibaal op die pallets gedaan. Dat is best wel werk, hè? Ja, met twee man. Ja, ik zag ook net, we reden net al een keer neven, en toen zag ik nog met z'n tweeën, dat ja. Weegt toch wel wat? Ja, maar hij doet voornamelijk het werk. Ah. Spreek je alleen Nederlands? Ook een beetje Engels en Duits, maar Duits vindt heel erg goed. En hevel soms dan? Nee, dat kan ik niet echt. Nee? wat wordt er bij jou thuis gewoon Nederlands gesproken? Ja, meestal wel, ja. Oké. Okay. Ja, en op school zeker ook, hè? Ja. Heb je nu vakantie nog? Gelukkig wel. Maar maandag gaat het jammer genoeg weer beginnen. Hoe oud ben je? 13. Tweede klas middelbare? Ja, ga ik nu heen, ja. Wat ga je doen? VMBOT. Maar wat ik later wil worden, weet ik nog niet. Iets met paarden? Ja, dat denk ik niet. Ik denk iets in de techniek. Oh, kijk. Ja? Doet je nog wel eens wat met lassen en technische zaken? Nou ja, ik werk nog, dus... Oh, je ziet nog wel, ja? Ja, ja. Heb je geen eigen zaak? Nee. Maar dan help je niet mee of zo? Nee, bij dat, daar help ik niet mee. En waarom zou je graag de techniek in willen? Het lijkt me leuk. Ik vind het leuk om dingen te maken, ook op school met techniek. Wat maak je dan zoal? Ik weet niet hoe je het allemaal moet noemen, maar rare dingen een beetje. Gewoon, ja, ik van alles. Nou, dingen met hout en zo, maar later ook met metaal en zo. Maar dat moet ik nou ook al. Spaarpotjes bijvoorbeeld, zoiets. Dat maak ik eigenlijk nou voornamelijk daar. Zelf dingen maken, dat vind je leuk. Met je handen werken. Ja. Heb je nog meer hobby's? Dronen vliegen. Kijk. En vliegtuigen. Daar vlieg ik ook wel graag mee. Jij vliegt zelf met vliegtuigen? Niet echt model. Modelvliegtuigjes? Ja, nou nog steeds geen model, maar gewoon vliegtuigjes weer. Waar je gewoon mee kan vliegen. Ik kan het zelf niet goed, want ik ben pas begonnen. Okay. Met het vliegen. Maar met drones kan ik iets beter. Want je mag eigenlijk als je geen vergunning hebt, mag je met drones niet boven mensen vliegen, hè? Ja, maar wij vliegen gewoon ergens. Op het trapveldje vliegen wij normaal. Maar wij filmen bijna nooit iets of zo. En als iemand commentaar geeft wat we eigenlijk nooit hebben gehad, dan stoppen we wel gewoon. Maar ik kan het anders ook nog gewoon bij Apollo doen. Daar vlieg ik. Oh, dat is de modelclub, modelvliegclub? Ja, Jan Horst, ja. Ja. Maar heb je zelf een vliegtuigje? Ik heb er zelf één. We hebben er nu nog één besteld. Een kleine die tegen een stootje kan. En ik heb zelf ook twee drones. Maar eentje die heb ik een beetje kapot gevlogen. Hmm. Doet een motor niet meer. Ja, drones en kapot vliegen, Rudy. Ja. Jij hebt... ja. Had je ineens geen communicatie meer, geloof nee, ik, hè? Niks. Ja, Rudy heeft mijn cameraman. Ja? Die heeft ook een drone gehad. Gehad. Bekende? Bekend merk? Ja, we mogen geen merken noemen. Was het een bekend merk? Ja. Het was een bekend merk. En daar was je mee aan het werk en toen is je te pletter gevlogen tegen? Tegen een gevel aan. Wat is? Tegen een muur aan. Tegen de muur aan. Ja. Wat was het? Een storing? Ja, het was een storing. Hij verloor zijn contact met de bediening. Besturing. Ja, jij wel eens gehad? Nou ja, ik heb het eigenlijk niet echt gehad, maar ik heb zo'n speelgoed eigenlijk dingetje nog. Maar bij Apollo vlieg je echt met zo'n snelle dingen. En daar heb ik ook wel eens meegemaakt dat gewoon zo'n ding in één keer verbinding valt. Bijvoorbeeld als de andere het op hetzelfde kanaal zit, dan vliegt het in één keer ruiner. En dan mag ik ze gaan halen. Maar je hebt er nu ook eentje die tegen een stootje kan, zei je? Die van mij kan tegen een stootje, maar zo'n beginners dingetje. Maar wel met een benzinemotortje erin? Of elektro? Elektro. Oké. Okay. En wie is dat? Tasha. De buurman. Ah, de buurman.
Dit is me eigenlijk hetzelfde werk aan doen. Ja. En waarom pakt hij het niet in plastic en geel? Hier kan het binnen zetten. Ah, oké. En ik laat het goed staan. Komen de ponies door de winter mee door? Nee, dat is niet nodig. Nee? Nee. Ziet je wel eens met hun mee geweest, naar het model vliegen? Nee, nooit. Dat nog nooit. Dit jaar niet zo lang, wel? Nee, pas in deze vakantie. Maar droomvliegen doe ik al bijna 2 jaar, denk ik. Maar maak, je zegt, ik film niet veel. Nee. Maar film je wel eens? Ja, wij gaan soms keihoog. Ja, keihoog. We gaan soms wel eens de hoogte in, dan kan je erachter wat die wij dan nog zien. En doe je dat dan alleen of met een vriendje? Met een vriend. Die gaat er met me mee, ja. In de wei, maar niet naar Apollo. Dat doe ik met mijn vader samen. Ah, dus jouw en die heeft ook vliegtuigen? Nee, en, ja, wij, nou, toen hebben wij er nog één. En ja, ik ben dan mee, wij gaan dan mee vliegen. Pap is er 1 keer mee gevlogen. Ging een beetje fout, struiken in. Maar ja. Kan gebeuren. Ja. En nu laat hij jou vliegen? Ja, maar ik krijg nog hulp van iemand. Oké. Okay. En wie betaalt alles? Mijn vader natuurlijk. Maar je vindt het wel leuk? Ja, ik vind het zeker leuk. En hey, nu ben je 13, hè? Ja. Ben je nog straks van plan om een baantje te gaan zoeken? Om een hobby ook te kunnen betalen straks zelf? Ja, zover heb ik eigenlijk niet echt vooruit gedacht. Nee. En krijg je ook voor jouw hulp vandaag, krijg je daar ook wat voor? Nee. Nee? Vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk.